thuiswedstrijd van deze Black Smoke. Die hier op dit moment voor de ketting staat in de tweede helft. Constant gekomen hier, ze rijden wat harder aan zijn speer terug. Naar een wijk om invulling te geven aan hun eigen wedstrijd. Oftewel hier dus voor elkaar in de tweede competitie. Karel Huijten, 145 punten. Uitzicht op de eerste plek. Dat zal er niet meer in zitten. Maar hij is wel iets lichter op de raam. Dus betekent dat we opnieuw een kroegtrek hebben met deze Black Smoke. Sleepwagen iets lichter naar die 63 meter geleden zijn aangezet. En hier zitten we dus eigenlijk op dezelfde afstand als we straks met Bandito. Om maar eens even aan te geven dat de wedstrijdleider dus niet alleen moet kijken naar afstanden, maar ook naar welke deelnemer rijdt welke afstand. Dat is dan ook vaak weer de reden dat de wedstrijdleider iemand is die over een grote ervaring beschikt als het gaat om de deelnemers en het gemiddeld presteren van de deelnemers. Want daar moet je uiteindelijk de afstellingen van laten afhangen. Ik zie daar een aantal mensen op de tribune zitten, met een mooie aan jouw kant, een rood, wit en blauw shirtje aan. En één dame, ik noem geen namen, is erin geslaagd van het enige stukje schaduw van de hele tribune te vinden, achter de vlag. Hè? Tenminste, hier dame zie ik nog een klein beetje in de schaduw. Ja, echt niet. Ik zal het voor je geven.